Ik zit hier tegenover Lex. Lex de Grunt. En dat is zo omdat Lex afscheid gaat nemen van Altrecht. En daarmee sluit hij zijn loopbaan als bestuurder af. Hij heeft altijd genoten van die complexe rol die het bestuurder zijn nu eenmaal is. En daarnaast heeft hij zich altijd ingezet voor de digitale transformatie in de zorg. Een transformatie die ook Altrecht niet onberoerd heeft gelaten. Hij is trots. Trots op wat hij achterlaat. Op Altrecht dat zich heeft omgevormd tot een regionaal georiënteerde netwerkorganisatie. En ook trots op het nieuwe directieteam dat klaarstaat om Altrecht het volgende decennium in te loodsen. Met heel veel uitdagingen, zowel voor Altrecht zelf, maar natuurlijk ook voor de mentale gezondheidszorg in Nederland. Het is mijn keuze om te stoppen. En dat is vooral pikant omdat het nu is dat ik het heb aangekondigd, dat ik het ga aankondigen. En dat heeft alles te maken met de grote veranderingen, denk ik, die Altrecht de afgelopen 2 jaar heeft doorgemaakt. Die ertoe leiden, wat je al zei in de inleiding, een regionale organisatie staat er nu per januari met een heel nieuw directieteam. En die moeten ook weer een nieuw team kunnen opbouwen met een raad van bestuur. En ik kan dan wel een paar jaar nog doorgaan, maar ik denk dat het gewoon goed is dat ze met een nieuwe bestuurder aan het werk gaan. Ik werk nu 10 jaar in de GGZ en wat mij elke keer weer enorm blij maakt en waarom het zo fijn is om voor zo'n organisatie als Altrecht te werken. Er lopen zoveel gepassioneerde mensen rond die patiënten en hun naasten, mensen die het eigenlijk bijna nergens anders terecht kunnen dan bij zo'n organisatie, elke keer weer die behandeling kunnen geven die ze nodig hebben. En dat is niet alleen de zorg, dat is ook het ondersteunend en faciliterend personeel die samen zorgen. Ja, dat het ontzettend fijn is om daar te werken gewoon. Ja, een gedreven club. Een gedreven club, ja. En wat, hoe zou je Altrecht eigenlijk typeren? Altrecht typeert jou, maar wat is het DNA van Altrecht? Het DNA is een eigenwijze club die wel enorm innovatief is, altijd geweest en nog steeds veel onderzoek, innovatie en altijd op zoek is naar de nog betere behandeling voor de patiënt. En daarin troffen ze dus in jou de perfecte bestuurder. Want jij bent ook van de vernieuwing en de transformatie. Ja, in de digitale transformatie. Maar ik denk vooral dat het met een collega-bestuurder samen, dat maakt dat je de combi kunt vormen om tot dat soort innovatie te komen. Maar nogmaals, het zijn de mensen die het doen natuurlijk. De onderzoekers, et cetera. Ja. En je zegt, Altrecht staat nu eigenlijk aan het begin van een nieuwe fase in de geschiedenis. Hè? Ja. Regionaal georiënteerde netwerkorganisatie. Nou, prachtige woorden. Ja. Wat gaat de patiënt daar in de praktijk van merken? Ja, nou, dat is helemaal een terechte vraag. Kijk, het is een proces geweest om hier te komen. Hè. Dat is al begonnen in 2016. Wat toen heette de gebiedsteams in de wijk gaan werken. Maar er is een enorme stap gemaakt in de laatste 2 jaar. Waarin we op zoek zijn naar gaan, hoe gaan we nou integrale behandeling aanbieden? Hoe zorgen we nou voor dat patiënten niet van het kastje naar de muur gestuurd worden, maar in of behandeling van het ene komen, behandelkamertje naar precies, het andere. Hè, maar wel één team behandeld kunnen worden, zodat de behandelduur ook verkort kan worden. Ook zorgen dat er minder wachttijd komt. Zorgen dat ze de behandeling krijgen voor onze, hè, het zijn vaak hele complexe patiënten met meerdere dingen, dat ze die in één team ook kunnen vinden. En zich daardoor ook meer gekend voelen misschien? Gekend in ieder geval gezien worden, ja, als je dat bedoelt. Ik denk dat we vroeger veel keken en misschien nog steeds wel naar diagnoses, maar nu meer en meer willen kijken naar wat voor klachten heeft de patiënt nou? Waar komt die voor? Welke vraag wil die nou eigenlijk oplossen? Ja. Het werken, het gebiedsgericht werken is toch wel, nou ja, dat is toch een soort aanpak die wel weerklank heeft gevonden in de GGZ. Ja. Zeker, en we zijn echt niet de enige. Hè. Dat, veel in het land wordt die beweging al gemaakt. De ene is wat verder en de andere is wat minder ver. Maar het is onlosmakelijk verbonden met die netwerkzorg, die netwerkpsychiatrie. Je kunt het niet meer alleen, je hebt andere partners nodig. En nou, zo hebben wij met onze beschermd wonenpartners Lister en Quintus die eerste stap gemaakt. Maar intussen zijn er al veel meer partners en dat is heel belangrijk. Maar goed, ook als je netwerk wil zijn, is informatie en de beschikbaarheid van informatie natuurlijk ongelooflijk wezenlijk. Zeker, zeker. Want de betreffende persoon, patiënt, zeg maar, ja, als die niet de informatie, als we niet alle organisaties die ermee te maken hebben over dezelfde informatie beschikken, medicatie is misschien een goed voorbeeld. Als je dat niet weet, dan kan het erg misgaan. Mm-hmm. Dus die informatieuitwisseling is cruciaal.
Zou jij de stelling aandurven dat echte vernieuwing in de zorg eigenlijk niet meer mogelijk is zonder dat dat andere stuk, die digitale transformatie, meekomt en ook op orde raakt? Ja, dat is een waarheid als een koe, denk ik. Dat moet. Ja. En niet alleen daarom, als ik er nog wat aan mag aanvullen. Ik denk dat wij ook aanlopen tegen de grenzen van onze arbeidsmarkt. Dat is natuurlijk al langer bekend. Dus we zullen ook een aantal dingen eigenlijk moeten zorgen dat dat met slimme oplossingen, slimme technologie, dat we dat niet per se meer door mensen hoeven te laten doen. Zodat de mensen die we wel hebben gewoon echt hun volle tijd kunnen besteden aan waar ze goed in zijn, behandelen van patiënten. En waar hun gedrevenheid zit. En waar hun gedrevenheid zit, zeker niet in de administratie. Ja. We begonnen met jouw trots. Ik kan me voorstellen dat je trots bent. Je zegt, er staat nu een organisatie die een andere kant op kan. En ik heb ze die andere kant op meegeduwd. Is het ook voor jou nu klaar? Heb je het af kunnen maken wat je voor ogen had? Ik denk dat het klaar genoeg is. Ik denk dat het is niet klaar, want misschien begint het pas. Hè? Maar ik heb mijn bijdrage eraan kunnen leveren om het te brengen waar het nu staat. En daar kan ik tevreden over zijn, daar kan ik trots op zijn. En ik ben ontzettend benieuwd hoe ze het verder gaan doen. Hè? Dat is dan ook weer waar je trots op kan zijn. Je hebt met elkaar een nieuw team gemaakt. Gaan ze het ook daadwerkelijk doen en waarmaken? Ik ben heel benieuwd. Ja. En dat blijf je natuurlijk ook weer met aandacht volgen. Ja, en met vol vertrouwen. Hè? Want ik denk dat het een fantastisch team staat. En met een nieuwe bestuurder erbij, met dat totale team. Ik denk dat ze het hartstikke goed gaan doen. Dankjewel.